Dit is Compleet FM. Met nu in Rep en Roer met de Boer. Hier is Anna Neeltje de Boer. Maar opnieuw is dit een keer Jan Andries de Boer. Anna Neeltje heeft mij gevraagd om vanavond voor haar in te vallen. Want zij is heel druk met haar stage bij het Noord-Hollands Dagblad. Weliswaar is dat de editie Hoorn en Enkhuizen. Dus hier kan je die niet krijgen. In elk geval, met het grootste genoegen wil ik weer een uurtje muziek verzorgen. En wat wordt het vanavond? Luisterliedjes van Nederlands en Duitse komaf. Popmuziek, rockmuziek, jazz, soul. Nou ja, allemaal gevarieerde dingen. En het is een keuze zoals je die op de gewone stations niet vindt, omdat dat nou eenmaal is ingesteld op de veronderstelde smaak van het grote publiek. Goed, het eerste wat ik heb bedacht, dat is een band uit de Oekraïne. Ze heette de Dolphins. En ja, het viel mij op, want dat is uitgegeven door Universal Russia en Ukrainian Records samen. Het is opgenomen in Kiev, dus het is Oekraïens, maar ja, ik weet niet hoe dat is met die samenwerking tussen die twee platenmaatschappijen in de toekomst. En ik weet trouwens ook niet hoe het nummer heet, want het is geschreven in het Cyrillisch. Ik kan er niks van maken. In elk geval zijn dit de Dolphins. Кошачьей тоске когтей,
в схлипах забытых звезд, не получивших имен, где-то среди берез красный горит клен. De Dolphins. Nee, ik zag net, het heet Dolphin, zonder S. Dolphin uit Kiev. Het volgende wat ik voor je heb uitgezocht is van André Previn. Ik weet niet eens of ik het goed uitspreek, maar ik denk dat je zijn naam op zijn Frans moet uitspreken. Hij is geboren trouwens in Berlijn, is opgeleid in Parijs, maar vooral is hij in Hollywood een dirigent geweest van veel orkesten, die althans een en hetzelfde orkest dat veel filmmuziek heeft gemaakt. En hij heeft ook muziek gecomponeerd. Wat minder bekend is dat hij ook jazzpianist was. Wat ik voor je ga draaien, dat is Barbara's Song. Dat is een van de liederen van uit de samenwerking van Kurt Weill en Bertolt Brecht. Thank you.
Is dat geen ontzettend lekker pianospel van André Previn? Dit nummer heette Barbara's Song. Ik wil over naar iets Nederlands, wat ik trouwens ook afgelopen een paar weken geleden in de kerk heb gedraaid. Bij ons in de gereformeerde kerk, u luistert naar Jan Andries de Boer, de vader van Anne Neeltje. Bij ons in de gereformeerde kerk hebben wij in de maand maart een kunstproject. En dat is dit jaar, heeft dat als thema tegenstellingen. De eerste tegenstelling was die tussen binnenkant en buitenkant. Die dienst hebben we al gehad. Maar een schilderij wat daarbij een rol speelde was van Bria Krom. En dat is een schilderij dat lijkt op een zeepbel. En de gedachte daarbij van de schilderes was dat ook de ziel verbeeldt die transparant wordt. Afijn, dat deed mij wat denken aan een liedje van Bluff. En wel het liedje 21 gram. En dat komt zo. Er was ene Duncan MacDool die in 1907 een test had gedaan. Hij had namelijk lichamen gewogen vlak voor en vlak na het overlijden. En het bleek dus dat er een paar keer 21 gram verschil zat in gewicht. En zijn idee was dus, het is later niet bewezen hoor, dat het gewicht was van de ziel. En dat liedje heet dus 21 gram. En als hij valt, blijft hij dan heen.
Ja, dat is bluff met 21 gram. Begin deze week twitterde Leo Blokhuis dat hij zin had in de film Get On Up. Dat is een film die gaat over James Brown. Ik weet eerlijk gezegd niet eens of die al draait, maar ik heb wel de trailer bekeken en ik moet zeggen, het ziet er inderdaad leuk uit. En het bracht mij op de gedachte om vanavond iets van hem te draaien. Dit is uit 1962, James Brown live at Apollo en het is de intro met Think. Ladies and gentlemen, it's star time at the Apollo Theater. Million dollar seller, try me. Please, please, please. This is a man's world. Most constructive tune of 1966. Don't be a dropout. Say it again. Let yourself go. Baby, don't you weep. Let's bring him on right now. Everybody, the hardest working man in show business. James Brown, ladies and gentlemen. I'm made for you. Think about the hard times that I've been with you. Think about the good things that I've done for you. Think about the bad things I've tried not to do. Come on, children, think, Lord, about the good things. Think about the bad things. Think, Mama, about the right. James Brown roept hier op om te na te denken over goed en kwaad. Maar ik denk dat een heleboel vonden over hem dat hij zich aan de verkeerde kant van goed en kwaad bevond. Maar eerlijk gezegd ben ik blij dat er tegenwoordig ons niks meer in de weg staat om gewoon te genieten van dit soort verrukkelijke muziek. Want James Brown, dat was natuurlijk wel iemand die de kunst van het neerzetten van een portie funk uitstekend verstond. Ik ga nog even terug naar de serie kunstdiensten die ik net al even noemde. Want uit de dienst waarin ik dus een nummer gedraaid heb, althans een stukje van het nummer 21 gram van Bluff, heb ik ook een nummer helemaal gedraaid. En dat was van Gerhard Schöne. En dat nummer heet Ganz einfach. En nou ja, ik weet niet of je Duits verstaat, maar het gaat eigenlijk over leven in het nu. En wel dat we vaak op het moment dat we iets aan het doen zijn, met onze gedachten alweer zijn bij het volgende. En dat was het verhaal van de Bijbelse Maria en Martha wat mij ertoe heeft gebracht om dat te draaien. Want Jezus kwam op bezoek bij Martha. Maar zij ging aan de gang met het klaarmaken van alles wat er moest zijn. Terwijl Maria bij Jezus aan de voeten ging zitten en naar hem ging luisteren. Gerhard Schöne, Ganz einfach.
Ein Mann fährt zu einem Blitzbesuch zu seinem Vater auf das Dorf. Der Vater füttert gerade Katzen. Der Mann sagt, ach, ich bleib nicht lang, hab eigentlich gar keine Zeit. Ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Ich hetz mich ab und schaffe nichts, ich bin nur noch ein Nervenwrack. Woher nimmst du nur deine Ruhe? Der Alte kratzt sein linkes Ohr und sagt, mein Lieber, hör gut hin. Ich mach es so, es ist ganz einfach. Wenn ich schlafe, schlafe ich. Wenn ich aufstehe, steh ich auf. Wenn ich gehe, gehe ich. Wenn ich esse, esse ich. Wenn ich schaffe, schaffe ich. Wenn ich plane, plane ich. Wenn ich spreche, spreche ich. Wenn ich höre, höre ich. Der Mann sagt, was soll dieser Quatsch, das alles mache ich doch auch und trotzdem finde ich keine Ruhe. Der Alte kratzt sein linkes Ohr und sagt, mein Lieber, hör gut hin, du machst das alles etwas anders. Wenn du schläfst, stehst du schon auf. Wenn du aufstehst, gehst du schon. Wenn du gehst, dann isst du schon. Wenn du isst, dann schaffst du. Wenn du schaffst, dann planst du schon. Wenn du planst, dann sprichst du schon. Wenn du sprichst, dann hörst du schon. Wenn du hörst, dann schläfst du. Aufsteh, steh ich auf. Wenn ich gehe, gehe ich. Wenn ich esse, esse ich. Wenn ich schaffe, schaffe ich. Wenn ich plane, plane ich. Wenn ich spreche, spreche ich. Wenn ich höre, höre ich. Gerhard Schöne, ganz einfach. Het is heel simpel, het geheim van het leven. Als je slaapt, moet je gewoon slapen. Als je loopt, moet je lopen. Als je praat, moet je praten. Als je luistert, moet je luisteren. En niet het ene doen en al met het volgende bezig zijn. Goed, dat was dus uit een van de diensten uit de serie Tegenstellingen. De volgende dienst in de serie is op 30 maart en dat gaat over orde en chaos. De kunst is voor wie geen zin heeft om een kerkdienst mee te maken, te zien op zondag 6 april. Dan is de kerk open vanaf 3 uur voor iedereen. Aanstaande woensdag dan is er een interessant concert in de boerderij in Zoetermeer. Dan treedt er een band op die wordt genoemd, die noemen zichzelf Band from Utopia. En dan geschreven bannet, oftewel verbannen uit Utopia. En die band bestaat uit vooraanstaande leden uit de band van Zappa destijds. Zappa heeft een plaat gehad, die heette Man from Utopia en daar is deze bandnaam dus een variant op. Verbannen uit Utopia. Ja, waar slaat dat op? Zijn wij uit Utopia verbannen nu Zappa niet meer leeft? Ik denk in elk geval niet dat we moeten zeggen dat Zappa uit Utopia is verbannen nu hij niet meer op aarde leeft. Want zo goed is het hier ook weer niet. Er is hier best het een en ander te verbeteren. In elk geval, goede reden om wat muziek te laten horen van Zappa zelf. En wel is dit 3 hele korte nummertjes achter elkaar. Let's Make the Water Turn Black, Harry Your Beast en... Nee, zelfs 4. The Orange County Lumberjack en Oh No. Okay.
should check it again. How can you say what you believe will be the key to a world of love? All your love, will it save me? Complete FM. Soms brengt een klank een smaak, een geur, je terug naar wat ooit is gebeurd. Soms weet hij zelfs weer wat voor weer het was, hele kap vol allemaal herinnerings. Hoe ik als kind op Stapelland met een vlieger in de hand, die net in te hard naar beneden kwam. Er bleef niks van over als herinnerings. Tussen uit de kindertijd, de eerste krassende de liefde. Zelfs van wat nooit voorbij zal gaan, bleef niks van over als herinnerings. Dat ik geloofde, ook mijn vertrouwen in het land, het viel mij allemaal kapot. Niks meer van over als herinnerings. Soms brengt een klank een smaak, een geur, naar wat ooit is gebeurd. Soms weet hij zelfs weer wat voor weer het was, hele kop vol allemaal herinnerings, herinnerings, herinnerings. Daniel Lohuis was dat. Ach, zelfs het geloof dat hij geloofde behoort voor hem tot de herinnerings. Ja, bij de een gaat het weg, bij de ander komt het. Bij Nina Hagen heeft het er eigenlijk altijd wel ingezeten. Want al op haar debuut in 19... Althans, ik moet zeggen haar Westers debuut, want in de DDR was ze al actief. Maar op haar Westers debuut uit 1978, daar waren de eerste tekenen al te zien. Maar gaandeweg werd het steeds duidelijker wat het geloof betekent voor Nina Hagen. Onlangs, althans een paar jaar geleden, twee of zo, heeft ze zich laten dopen en heeft ze ook een boek geschreven. Dit is van, even kijken wat ik nu ga draaien, is van 1995. De cd heet Freut euch, oftewel verheugt u. En daarop staat een nummer dat heet Sonntagmorgen. Ja, en ze treedt ook af en toe op in de kerk tegenwoordig. Maar dit gaat ook om een stukje kritiek op een rijke kerkganger. Sonntagmorgen, Nina Hagen. Sonntagmorgen und deine Sorgen möchte ich mal haben, du verwöhnter reicher Mann. Sonnenaufgang, Sonntagmorgen, es sind all die vielen Jahre noch so fern. Pass auf, die Welt kommt noch dahinter. Da kommt irgendwie immer ein Auto rein.
das sparen will. Sonnenaufgang am Sonntagmorgen. Es sind all die Wege, die sich kreuzen bis tief durch die Nacht. Pass auf, die Welt kommt noch dahinter. Sonntagmorgen. Ja, dit jaar wordt Nederland op het Songfestival vertegenwoordigd door Ilse de Lange samen met Waylon. Goeie reden om eens iets van Ilse de Lange te draaien, want het is natuurlijk een heel verdienstelijke countryzangeres. Ik draai iets ouders en misschien ook wat authentiekers van haar. Het is van de CD Dear John. En de John waar dat op doelt, dat is John Hiatt. Zij zingt op die cd allemaal werk van John Hiatt. Het is uit 1999 en dit nummer heet Riding with the King. Yeah.
Ilse de Lange. En uiteraard wensen we haar het samen met Waylon het grootste succes toe dat er voor haar haalbaar is. En misschien is dat een mooie plaats. Ik hoop het. Het volgende draai ik speciaal voor iedereen die oude mensen maar lastig en tijdrovend vinden. Dit is Jules de Korte met Als je overmorgen oud bent. Als je overmorgen oud bent, wie zal er dan bij je blijven om je pijntjes weg te wrijven en je zorgjes weg te doen? Zonder al te bits te kijven als je weer praat over toen. Als je overmorgen oud bent, wie zal je dan moed inspreken? En wie helpt je oversteken als het niet alleen meer gaat? En wie zal de stilte breken die als ijs rondom je staat? Als je overmorgen oud bent, wie zal dan je bed opmaken? En wie doet je kleine zaken? En wie zorgt er voor je brood? En wie zal er bij je waken op de avond voor je dood? Als je overmorgen oud bent, zo oud dat je oren tuiten, wie helpt dan je neus te snuiten en wie helpt je op te staan? En wie zal je ogen sluiten als ze niet vanzelf dichtgaan? Erlösung Neuland liegt in Erinnerung. Komm in die
Herbert Grönemeyer. En het kan best zijn dat je er nooit van hebt gehoord, want zo verschrikkelijk bekend is hij niet hier in Nederland. Maar bij onze oosterburen is hij echt heel groot. En terecht, het is werkelijk voortreffelijk wat deze man al jarenlang neerzet aan muziek. En eigenlijk is hij er met de tijd alleen maar beter op geworden. Soms merk je namelijk dat mensen groeien door tegenslag. En deze man, ja, heel erg voor hem, want ik hoop eerlijk gezegd dat het mij bespaard blijft. Maar hij is zijn vrouw verloren en hij hield heel veel van haar. Dus dat was natuurlijk een groot verlies voor hem. Maar zijn muziek is er wel doorleefder geworden. Daarvoor hoorden we Jules de Kort. Ook dat ging over de sterfelijkheid van het bestaan. En ik hoop dat jou misschien wel net zo geraakt heeft als het mij doet. Goed, we zijn toe aan het laatste nummer in deze aflevering van In Rep en Roer met weer even voor de uitzondering Jan Anders de Boer. Want ik hoop tenminste dat Anne Neeltje er volgende week zelf weer bij is. Dit wordt een nummer van de Smashing Pumpkins genaamd Starlight. Onlangs draaide ik het en ik werd getroffen door de mooie solo die overigens pas verderop in dit lange nummer te horen is. Starla, de Smashing Pumpkins.
sky.